Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ben ik samen met Bram en met Jus. En wat wij vandaag gaan doen, jullie gaan mijn make-up doen. Ja. Want we hebben de 100 likes gehaald op de video van Justin. Dus nu mogen zij mijn make-up gaan doen. En ondertussen gaan we een tag doen, namelijk de Too Much Information tag. Dus dan gaan we gewoon vragen beantwoorden. Als je heel veel zin hebt in deze video, moet je even een duimpje omhoog doen. Ik weet niet wat we gaan doen bij de 100 likes, maar dat maakt niet uit. En ik heb nu alleen mascara op, want ik wil niet dat zij met een wimperkrudder bij mijn ogen gaan. Bijzonder. Want dan krijg je net zoals Justin een wondje. En ik ga niks vertellen, ze mogen gewoon beginnen en doen wat ze willen. Ja? Oké. Oké, waar gaan we mee beginnen? Bram is vandaag de make-up expert en Bram mag zeggen. Ja, ik, ben je assistent, ik denk dat ze het best wel goed gaan doen, zeker omdat ik ze al heb opgemaakt. Ik heb er echt heel veel zin in. Het begint lekker al fout, daarom is dat chill. Nee, ik had natuurlijk een primertje, maar een vorige keer had je een ander, toch? Ja, oké. De bovenste la liggen met primers. Maar oké, ik ga er vanaf nu niks meer zeggen, want dat is eigenlijk al niet meer leuk. Nou, Justin. Om mijn handen, ja toch? Ja, doe maar iets. Ik ga niks zeggen. Oh ja, ik moet nog de eerste vraag zeggen. Zo, maat. Yes. Hallo, dit is echt zonde. Dit ding is echt 60 euro. Laat even zien. Yeah. Heel erg lekker. Ja, hij gaat heel door lichaam in smeren. Dit doen we pas. Oh, je gaat het met je handen doen? Leuk. Nee, dat is prima. Dat is gewoon goed. Dat kan gewoon. Nee. Ik wil niet dat je mijn kast schuift. Oké. Oké, zag je dat op camera? Weet je wel. Oké, lekker. Je pakt instructies. Je pakt een beetje van dit. Je pakt een beetje van de slijm. Het ziet er een beetje raar uit. Mm-hmm. Ik ga niet zeggen hoe het eruit ziet, maar het ziet er gewoon raar uit. Oké. Dat pak je van je top van je hand. Ja, misschien er maar op. Doe het maar u. En dan? Eeuw, dit voelt echt heel vies. Even verstaan hoor. Moet ik een haarband in doen? Doe maar wel, ja. Waar is je geile poes aan haarband? Duwde even, dames en heren, maar dan heb ik wat. Oh, jullie hebben hem kapot gemaakt. Waarom nou weer jullie? Yes. Ik heb hem niet kapot gemaakt. Kan ik mezelf nog meer voor lul zetten? Ja. Je staat daar genoeg voor lul. Oké. Yes. Nou, wat was het? Stap 1. Klaar. Is je totaal mislukt? Nee, ja. Dit ziet er een beetje verkeerd uit. Een soort van einde van een video, zeg maar. Wat hebben jullie nu opgedaan? Hoe heet dat? Vaseline. Recover me. Serum. Recover me. Recover me. Wie is dat? Recovery. Oké, wat ga je nu doen? Ze gaat uitpoederen. Uitsmeren. Oké. Ik heb geen piercing. Het gaat helemaal fout. Het prikt echt heel erg. Ja, maar kijk hoeveel je op hebt. We moeten even een handdoekje of zo hebben hoor. Want, ja. Nee, niet zoveel watjes gebruiken. Wanneer was de laatste keer dat je hebt geheld? Geheld? Nu. Video. Toen we de video gingen opnemen met make-up. Toen mezelf een piercing was, was ik echt heel hard huilen. Oké, nou, we zijn 6,5 minuut verder. De primer zit erop. We gaan nu je bek vol smeren met foundation. Oké. Ja? Oké, laat even zien welke je opdoet. Wacht even. Ik heb hier echt geen verstand van. Ja. Nou mensen, kijk eens even. Ik kan het even scherp stellen. Kijk eens. Gesteld. Ja, nou, hij doet het we nu gaan eerst een beetje op mijn kluis smeren. Het ziet hier echt al van allemaal viesigheid op, joh. Oké. Nee, ik zie het er een stuk beter uit zo, joh. Mm-hmm. Dank je. Nou, draai je. Die oren die maken het ook echt af. Ik weet hoe het moet. Dan moet ik deze. Wat is dat? Ja. Hoe heet het ding? Je niet die tafel zo bewegen. Dit noem je een. Nog een beetje op je. Nossel. Bram, moet ik echt een minder zo moeten met deze die kant? Gewoon met een kant. Oké, hoe heet het? Hallo? Ga een beetje zo deppen. Oh ja, dat vind ik niet leuk. Oké, doe jij die kant? Oké. Mag ik een. Niet zo tegen die tafel! Maar Bram, je bent een beetje veel te voren goed dan. Moet je open? Moet je dicht? De neus moet wel een beetje uit. Het zit allemaal vlek op. Ja, maar doe jij het maar, want ik zie het niet. Want, Au. Het al. Elke dag moet doen, heb je echt. Ik ga de wenkbrauwen ga ik een beetje recht maken. Dus door middel van een bepaald borstelje. Met een scherp zijn. Ziet u het allemaal? Ja. Bram en Justin beauty video. Even naar boven kijken met uw gezicht, ogen. Met uw wat? Dan gaan we met de wimpers mee, zeg maar. Wimpers met de wenkbrauwen, mee. Spijt me zeer. Ah, niet. Kan je even naartoe draaien? Mm-hmm. Nu,
Nee, maat, wat doe je nou? Eerst dat... Je moet het altijd... Ja, is wacht. Dit... Vind je dit een goede of een ander? Nee, ik ga niks zeggen, jongens. Ja, maar ik zie je allemaal frummelen. Ja, ik zit even te kijken waar mijn wenkbrauwkwast is voor zometeen. Oké, wat gaan jullie nu doen? Een beetje, hoe heet het? Concealer op je harsen smeren. Oké, doe maar. En hier nog, ik zie dit altijd op de video van Marianne. Ah! Oké, wat hebben jullie nu op gedaan? Tering. Concealer. Wat met... Ja, nee, met die... Doe maar iets. Auw! Maat. Ja, zit helemaal in je ooglids op. Oh, deze kant is echt heel ernstig. Oké, wacht. Heb je een kwastje nodig? Ik heb het niet meer uitgelegd. Ik vind het op zich best meevallen nog. Nee? Of hij... Wacht, even denken. Eerst bronzer. Dit is bronzer? Denk ik. Highlighter. Je schudt steeds met je kop. Ik kan hier niet tegen. Oké, wat moet ik doen? Ik ga niet zeggen wat. Highlighter gaan we doen. Wat? Ik vind het leuk en ik vind het niet leuk. Wat is dit? Nee, maat. Niet alles open trekken. Je mag, alles op, je mag ook in die lades kijken. Kijk maar in die lades. Daar zit alles een soort van op volgorde en zo. Oké, nou, ze hebben nog steeds alleen mijn foundation en mijn concealer gedaan. Ja, en ik ben op zoek naar bronzer. Dus het. Oké, mijn pleur erop. Oké, waar moet het op? Ja, op de kont. Nou. Duur maar. Dit is namelijk een... Pardon? Lees maar voor wat erop staat. Een Ethos Contour Powder. Powder. Okay. Powder, powder, poeder. Ja, op die rand. Nou. Hier zo en zo laat. Ja, ik heb er een verstand van, liefschat. Ja. Haar erachter. Maar je hebt ook wel echt een moeilijk grote kwast gebruikt, volgens mij. Zo. Ja, ik kan het niet eens zien, omdat... Ja, maar... Zo. Ja. Hier Bram, welke kleur wil je? Goud? Zo, een beetje zo. Jij mag die kant op maken en de andere kant. Ja. Okay. Jus gaat nu die kant op maken en Bram gaat ook niet. Ik ga je superstar maken. I make you a superstar. Ik ben bang. Highlighter, dus je moet even die fishy face maken voor je dat zijn. Dat moet toch zo. En dat moet ik ook nog doen, ja. Mag maar. Jij kan toch eerst wat anders doen? Ja, maar ik heb alles al gedaan. Jullie mogen ook raad beslissen wie de mooiste kant heeft gemaakt. Kies allemaal mij. Ja. Dan kom ik een keer thuis opmaken, hè? Van mij mag je het wel doen, maar... Zo'n gekke wing. Van mij mag je het doen. Jullie mogen doen wat je wil. Nee, oké, okay, dan. Chili dag. En dan ga ik pingelplong tekenen. Nee, doe maar vissen. Doe maar vissen. Meer vissen doen. Meer vissen. Ik kan niet meer vissen. Doe dat even voor de camera dan. Een beetje uitvrijven, want het ziet er niet uit. Nee, niet met mijn beauty blender, echt niet. Dat vind ik echt niet chill, want dan kan ik morgen me niet meer opmaken. Dat echt. Maar oké, okay, ga maar verder. Jij moet ook verder gaan. Ik vind het zo mooi gaan, hè. Oké, okay, wacht, kijk maar eens even aan. Anders dan wordt het er mij helemaal niet. Oké. Okay. Ik ben uitgeschoten. Even. Nee, 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 Jus, dat vind ik vies. Ik zie het. Moet ik wat weggaan? Nee, maakt niet uit. Lipstift, okay. Heb je dat ergens? Ja, wat voor kleur wil je? Blauw. Voorzichtig dan. Wat moet je ermee doen dan? Dan kan je lip mee op inkleuren. Je rand, op je, echt in je, op je lip. Nou, moet je zelf weten. Doe ze. Ondertussen. Ondertussen gaan we heen. Wil je anders gewoon een... Dit is dezelfde kleur die ik bij jou opdeed. Dat mag ook. Je moet zo maar kiezen. Ik weet wel, ja. Ik lijk wel Kylie Jenner. Lijp gek. Net als een kleurplaat. Ziet er niet uit. Je kan toch wel kleuren? Kom op, doe even normaal. Yes, ik wil gewoon een dagelijkse make-up boek. Ik wil geen... Is op dagelijks. Piet Polyclown. Je moet doen wat ik zeg. Ja, oké, dit is wel prima. Oké, ik ga niet zeggen dat ik het beter ga doen. Wat ga jij nu doen? Eyeliner. Waar moet ik beginnen eigenlijk? Ik mag niet zeggen. My god. Hoe moet die binnenkant? Dat kan echt niet. Nee, je hebt je bek geslagen net. Maar jullie begonnen zo mooi. Ja, toen ging het fout. Doe je ons allebei in één helft. Ik ben zo benieuwd om zo het resultaat te bekijken. Je is wel serieus mooi doen. Hij gooi je. Gebruik nu het Hollywood bronzer glow setje. Oh, het is zo kut dat je alles met dezelfde kwast gebruikt.
Bronzy. Oké. Okay. Wat ga je nu doen, Bram? Ik ga even een... een lippenpotlood zoeken. Ja. Ja? Maar is het ook echt of niet? Ja, het is een lippenpotlood. Gewoon een rood lippenpotlood. Ah. Zo, ik krijg hier trouwens echt een rood hoofd in dit ding. Ik wil mezelf ook echt niet zien zo meteen. Wacht, maar ik moet hier echt... Oké, okay, we gaan al een klein beetje zo. Want... Ben je klaar? Nee. Oh, oké. Okay. Ik wil eindelijk even wat om voor je bijbel raken. Ook iets donkerders. Ongelooflijk. Ben jij een wijf geweest vroeger of zo, Bram? Nee. Wel een beetje schrale lippies, schat op dat. Ja, als je er allemaal foundation op gaat pleuren. Aan de onderkant de eyeliner. Nee, doe maar. Het is nu toch al verpest. Oh, dit vind ik heel eng. Kan je maar kappen? Nee, nee. Ik voel me nu echt een kottik. Hoe zit het? Oké, kijk deze kant op. Kijk naar mij toe. Maar Jesse, oh, maar... wil dat je het stopt? Ik wil gewoon mijn dagelijkse make-up routine. Oh, zit op. Zo'n mens raar is. Ja, maar je hebt een heel de... Oh. Is... Ondertussen ga ik even de matte lip liquid van de Body Shop opdoen. Oké. Okay. Ho, ik zou dat doen nu. Oh, met welke kwast ga je blush aanbrengen? Heb je dat al, heb je dat wel eens gehad? Dat je echt in één keer gewoon helemaal uitschoot met iets? Nee. Nee? Nee. Is het rood om of zo? Jus, wat ben je aan het doen? Zeg even wat de blush is, alsjeblieft. Oké, okay, wacht. Okay. Jus, het is geen kleurplaat ja, of zo. Okay, maar gewoon kan even je bek dicht houden, want je zorgt niet dat je niet van vraag er een brand. Wat is blush? Ja, dat doe je op je wangetjes. Oh. Voor de beetje die, weet je wel, dat het net lijkt alsof je een beetje warm hebt. Blush, ja. Je moet echt wel heel warm hebben? Of een beetje... Maak hem echt helemaal kapot. Oké, okay, kom hier. Oké, doe eens even zo, een beetje zo. Ja, dat. Bij mij is het een beetje creatief. Beetje creatief, lijkt wel een kleur. Hé, maar kijk, je ziet ook echt zo'n soort van helft nee. Nu. Oké, wacht, ik ga even in de spiegel kijken. Van Jezus, echt heel erg. Hier zou ik gewoon serieus nog gewoon mee naar buiten ja, gaan. Dit is een beetje kut. Hier zo is het een beetje... Een beetje oogschaduw. Maar hier zou ik serieus nog minder... Alleen, hoe heet het? Bronzer moet hier, laat maar zeggen. En dit is bronzer bijvoorbeeld. En dit en dit. En dat andere was contour powder. Even kijken. Voor de rest. Highlighter doe je meestal hier. Oh. En jullie waren vergeten af te poederen. Terwijl ik dat nog aan het begin ja, zei. Ja, dat wilde je niet, toch? Wel, nou, oké. Dit is wel echt, echt extreem. Dit is wel echt... Deze eyeliner is nog het aller... En mijn wenkbrauwen zijn heel erg. Ja, die oogschaduw is heel erg. Het is echt heel erg. Je doet echt zo'n de helft. Oh, ja, ja, ja. Wacht, heel bruin. Wacht. Doe je hoofd echt zo deze kant eerst op. Zo. Iets meer daarin. Ja, zo. En nou de andere kant. Dan moet je dat zelf doen. Hier. Dit kan. Dat, nou, dit dat is echt ziek. Kom. Er zit holy hier, shit, er zit maar hier wat blush. Daar gedaan? Ja. En er zit hier allemaal high. Ik lijk ook net of ik naar de zonnebank ben geweest op dit stukje van mijn gezicht. Je bent nu zo'n drag queen. Oké, dit wil ik echt die, even. Met die wing. Oké. Zo, maar op een gegeven moment, als je. Ja, dan weet je. Dit lijkt gewoon echt heel normaal. Dit lijkt gewoon mijn eigen make-up look. Nou, we moeten het niet gaan overdrijven. Ja, maar omdat dit zo extreem ja. Erg is. Van de andere kant. Er zit ook gewoon echt highlighter op mijn neus en zo. Oké, nou, dit is mijn make-up look geworden. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Laat even in de comments achter wie jullie het mooist vinden. Sowieso Justin, maar ja, bedankt voor het kijken. Dit is mijn kant trouwens, hè? Die. Is ja. Oké, dit is Justin's kant. Wow. Oké, maar laat even een duimpje omhoog achter en abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!